Straatgevechten op verspreide schaal vandaag in Belfast na de dood van hongerstaker Bobby Sands. Koningin Beatrix onderscheidde in de Amsterdamse Nieuwe Kerk verzetshelden met de eerste verzetsherdenkingskruizen. Drie grote hypotheekbanken verhoogden hun tarieven met 0,3% tot het record van 12,6%. Goedenavond, dames en heren. De IRA-gevangene Bobby Sands is de afgelopen nacht overleden aan de gevolgen van een hongerstaking die hij 66 dagen geleden begon. Sands had zijn actie in de Mace-gevangenis van Belfast ingezet om een aparte behandeling als politieke gevangene af te dwingen. Die status moest gelden voor alle gevangenen van het verboden Ierse Republikeinse leger. Maar de Britse regering heeft steeds geweigerd deze eis van de IRA-gevangenen in Noord-Ierland in te willigen. In de katholieke wijken van Belfast gingen de mensen meteen de straat op. Door het slaan met vuilnisbakdeksels werd het nieuws van Sands dood verspreid. Er werd op straat gebeden voor Sands en drie andere IRA-gevangenen die nog in hongerstaking zijn. Medestanders van de IRA richtten midden in de nacht barricades op. Ze bekogelden de politie en de Britse troepen met brandbommen en stenen. Familieleden van de hongerstaker en mensen die zijn actie steunden hadden tevergeefs opgeroepen tot kalmte. De onlusten bleven beperkt tot de katholieke wijken van Belfast. Een aantal gebouwen brandden af. Er waren maar weinig gewonden. Tegen de ochtend werd er nog steeds fel gevochten. Grote groepen jongeren deden aanvallen op de veiligheidstroepen en staken auto's en vrachtwagens in brand. De Britse troepen raakten op sommige plaatsen in het nauw en moesten zich terugtrekken. Zij schoten met rubberkogels op de betogers. Groups of youths reappeared from the side streets and kept up a hail of missiles even when they'd run out of petrol bombs. The barrage kept on even as the barricades. Later in de morgen werden bulldozers ingezet om de overal opgeworpen barricades op te ruimen. Als zijn familie toestemming geeft, wordt Sands donderdag begraven met de militaire eer die bij de IRA gebruikelijk is. Het bleef vandaag de hele dag onrustig in Belfast, maar in de rest van Noord-Ierland waren nauwelijks incidenten. Dat zou anders kunnen worden bij de begrafenis aanstaande donderdag. Koningin Beatrix heeft vanmiddag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam 44 verzetsherdenkingskruisen uitgereikt. Dat is een nieuwe onderscheiding. 35 oud-verzetstrijders namen de onderscheiding zelf in ontvangst. 9 werden postuum onderscheiden. De plechtigheid vond plaats tijdens een centrale manifestatie van de Stichting Comité Nationale Viering Bevrijding. De koningin spelde de oud-verzetstrijders het kruis op. Verzetsherdenkingskruisen zijn toegekend aan de volgende. Inge Bakker, Boschieter, Diever. Wilhelmus Beek, Amsterdam. Jacques van den Boom, Bergen op Zoom. Peter Christiani, Diepenheim. Kees Dogger, Amsterdam. Vanavond heeft prins Bernhard in Wageningen nog eens 44 verzetsherdenkingskruisen uitgereikt. 5 mei is vandaag in Nederland in het algemeen niet uitbundig gevierd. De kinderen en ambtenaren hadden vaak vrij, maar groot feest werd het bijna nergens. In Amsterdam verkochten de kinderen traditiegetrouw hun koopwaar hier op het Leidse Bosje. De verkoop moest de verregende Koninginnedag goed maken.
Op het Leidseplein trad onder enige belangstelling een Poolse dansgroep op. In Den Haag moest het voor de buitenlanders in de Schilderswijk groot feest worden, maar de majorettes liepen er een beetje eenzaam bij. In de Nederlandse dorpen was het vaak het gezelligst. Hier het Utrechtse Kokenge in muzikale feestvreugde. Vijf mei staat ook dit jaar in het teken van de verontrusting. Zo zijn er vanavond op diverse plaatsen in ons land manifestaties waarbij wordt gewaarschuwd voor opkomend racisme en fascisme. De hypotheekrente is vandaag naar een nieuwe recordhoogte gestegen. Drie hypotheekbanken hebben vandaag hun rente opgetrokken en wel naar 12,6%. Dat is een stijging van 0,3%. Dit tarief dat berekend wordt door die drie banken, de Westland-Utrecht Hypotheekbank, de Fries-Groningse Hypotheekbank en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, is de kale rente, dus zonder de bijkomende kosten. De verwachting is dat de grote handelsbanken deze stap van de hypotheekbanken zullen volgen. De vorige forse verhoging van de hypotheekrente was in maart van dit jaar. Toen al werd het recordtarief van het voorjaar 1980 geslagen. De gestaag stijgende lijn loopt zo'n beetje gelijk met de rentestijging in de ons omringende landen. Een bijkomend probleem in Nederland is dat de regering voor het structureel tekort op de begroting veel geld moet lenen op de kapitaalmarkt. Dat stuwt de rentetarieven extra omhoog. Om die reden heeft een aantal banken vandaag ook aangekondigd de debetrente, die moet worden betaald bij het rood staan, met 0,5% te verhogen. Vandaag ging in Amersfoort officieel de verkiezingscampagne van de VVD van start. Met een nagebouwd decor van de Tweede Kamer trokken de liberalen door het land om de aandacht van de kiezer te trekken. Achter de groene bankjes zitten echte Kamerleden en bewindslieden. Mensen uit het publiek kunnen het spreekgestoelte beklimmen om vragen te stellen of met hen te discussiëren. Op deze manier hoopt de VVD de afstand tussen de kiezer en de Tweede Kamer te verkleinen. Wie vandaag dus hier in Amersfoort langskwam, mocht even Kamerlid spelen. Stel het nou maar in cognito, dat woord zul je dan wel kennen. Waarom wil de VVD niet met Jan Terlouw? De VVD wil met iedere politieke partij, dus ook met de club van de meneer die u net noemde, alleen wel op een zakelijke basis dan overleggen. Maar wat is het gekke? Die club D66... die gaat bij voorbaat zeggen dat ze liever niet met de VVD wil. En D66 heeft in de uitspraken bewezen eigenlijk alleen op de bagagedrager van meneer Den Uyl te willen zitten. Ziet de VVD een voortzetting van de regering met het CDA nog wel zitten? Meneer Albeda en meneer Bukman van het CDA die zien dat kennelijk niet zitten. Ik zie het wel zitten, in die zin, en dan zeker met Van Acht als lijsttrekker met zijn uitspraak die hij gedaan heeft. Namelijk dat ook loyalisten zich zullen houden aan de afspraken. De komende weken tot aan de verkiezingen zal deze mini-Tweede Kamer door het hele land rijden. Voetbal. Ajax heeft vanavond de finale bereikt van het KNVB-bekertoernooi. In Amsterdam won Ajax met 2-1 van PSV. De eerste wedstrijd in Eindhoven werd een 2-2 gelijkspel. Ajax ontmoet in de finale de winnaar van de returnwedstrijd tussen AZ67 en Go Ahead Eagles. De eerste wedstrijd tussen die teams eindigde ook al in 2-2. De weersverwachting tot morgenavond. Vannacht opklaringen en enkele mistbanken. Minimumtemperatuur van ongeveer 2 graden. Morgen veel bewolking en enige tijd regen. Middagtemperatuur rond 13 graden. Een matige zuidwestenwind. En dan zijn de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag veranderlijk bewolkt en nu en dan een bui. Vooral in het binnenland hogere middagtemperatuur. Einde van dit journaal. Goedenavond.